tekenen van deze rassen ook daadwerkelijk tegenwoordig. Daarmee staan we echt in de wereld aan de top van het aantal unieke rassen die ook daadwerkelijk in Nederland aanwezig zijn. En we zien hier een hele mooie grote groep van King Charles Spaniel, de Boston Terrier, de Mops, de Franse Bulldog, de Bichon Frisé. De PKK's en de Chihuahua Korthaar. Dit is de selectie van onze keurmeesteressen. Maar een ras wat eigenlijk in Engeland is ontstaan. De Tibetaanse Terrier. Eigenlijk een kleine herdershond. Bijna vierkant kakao, sturing steden, Cavalier King Charles Spaniel. De Cavalier. Een hele populaire gezelschapshond. Wat een zachte expressie moet hebben, tamelijk rood oog, sierlijk kavat. En dan zien we nu een Amerikaanse, zit in zijn naam beweven. De Boston Terrier is een kleine bulltooi, droog, vooral geen rimpeling, droog in de schedel. In de voorsnuit. En dan gaan we nu over naar een volgende toy bulldog. En dat is de Mops, oftewel de Pak. De Mops is veel in weinig. En de knot van een hond zijn. En ook de Mops moet een tamelijk grote rond vast hebben met een ruggekrulde staart. En een typische rol in het gangwerk. Het gangwerk moet parallel zijn, maar moet juist ook die lichte rol laten zien. Dat is zo typisch voor dit ras. De Mops. En we gaan nu door naar de Franse Bulldog. De Franse Bulldog met zijn hagelwitte vacht, met zijn fraaie palet. En ook als je naar de expressie kijkt, moet je eigenlijk een hele mooie driehoek hebben tussen de ogen en de neus. De pigmentatiepunten van de pinkzwarte neus tussen voorsnuit, stop en schedel geven daar die zo'n typische visual expressie bij. En dan krijgen we nu de PKG's. Ook de P met zijn peervormige lichaam. In het front smaller en naar de in het front breder en in de achteraf smaller. Met zijn mooie en vlokvormige verhouding in het hoofd. De Peking Geest. En ook de Peek is vanwege zijn constructie. Zie je bij de Peek een lichter rollende gangwerk. Ook zie je dat de Peek gewoon gemakkelijk moet kunnen bewegen. De Peking Geest. En als laatste, de Chihuahua is ook al een heel oud ras. De Chihuahua moet ook iets langer dan hoog zijn. Heeft een typische sikkelvormige staart. En moet ook een fraai hoofd hebben met een goed geronde schedel. Met een mooi oog erin. Een goede voorsnuit. En ook hier geldt dat het is een klein hondje. Maar het moet nog wel degelijk een hondje blijven qua volume en substantie. Ze moeten niet te fijn, niet te klein worden, want het moet uiteindelijk wel functioneel blijven. De Chihuahua. Bloemen voor de keurmeester. Beekje staat klaar. En we gaan nu zien wat
de keuze is van onze keurmeesteresse Pamela Rundekamp. Er zijn 6 prijzen te verkennen. En we gaan zien. En we zullen afscheid moeten worden genomen van een aantal honden. In de selectie zien we de Cavalier, de Mops, de Franse Bulder, de Bichon, de Pekingese en de Chihuahua. De Boston, de Tibetaanse Terrier en de Poodle gaan met uw applaus de eerling verlaten. Geef ze een applaus. De grote Kroeswart, de Tibetaanse Terrier en de Boston Terrier. En gaan nu op de plaatsen van 6 tot en met 1. Oh. Naar 5 gaat de Bichon Frisé. Naar 4 gaat de Chihuahua. Naar 3 gaat de Peking Case. Naar 2 gaat de Mops. En naar 1 gaat de Franse Bulldog. Proficiat. Felicitaties namens de voorzitter van de Raad van Beheer, de heer Gerard Jipping. Gerard Jipping is ook de gedelegeerde 2 dagen tijdens deze tentoonstelling. En ook de Franse Bulldog zien wij morgen terug voor de voering van Best in Show. Ik ga nu de microfoon overgeven, want ik ben vandaag ook invalspeler.